choo-choo lullaby. Sing on me, oh my, rock a baby high, choo-choo. Rock a baby low, rock a baby slow, to Promontory Point we go. Moondog was eigenlijk een straatmuzikant in New York, zo is hij bekend. Hij liep altijd rond met een ongelooflijke Noorse muts op zijn hoofd. Maar dat was eigenlijk ook een klassiek geschoolde muzikant die eigenlijk heel veel klassieke werken geschreven heeft. En in de tijd in New York, dat was eind jaren 40, begin jaren 50, al de bekende jazzmuzikanten kwamen bij hem over de vloer. Zeker Charlie Mingus en Charlie Parker, dus hij zat wel in mooi gezelschap. En hij was een beetje excentriek en je hoort ook aan zijn muziek, hij is opgegroeid in de buurt van een indianenreservaat. Voordat hij naar, en soms hoorde al die rare percussie daarin. En hij nam bijvoorbeeld ook met een microfoontje nam hij de geluiden op van de sleepboten in de haven. En dan schreef hij daar stukken rond. Dus, en ik vind zijn teksten echt wel zeer speciaal. Give her back a track, give her back a track, tell her down a tale, choo-choo. Give her back a crew, give her back a do, along the California Trail. Wel, ik heb in zijn eerste plaat waarvan dat ik, want nu komt er veel meer naar boven, zoals steeds met de moderne sociale media. Ik had een plaat op CBS die ik nog altijd heb, dat was midden jaren 60. En dat was Moondog met zijn paarse muts op en al. En ik vond dat toen al fantastisch eigenlijk. En nu zijn er blijkbaar overal een beetje ter wereld jonge jazzmuzikanten die zijn werk uitbrengen op cd. En hij is dan gestorven in Duitsland, hij is dan verhuisd naar Duitsland. En, want ik herinner mij ook dat onze goede vriend Stef Camille Karels, die had eerst een groepsnaam, Moondog Junior. En dan kreeg hij een boze telefoon van het. Nee, you cannot use that name. Wij zijn grappig, hè, ja. Een hommage aan. Het is niet letterlijk zijn dingen naspelen, dat zou ook niet gaan. Dat deed hij zelf ook niet, denk ik. Dus we hebben nu een paar keer gerepeteerd en een paar optredens al gedaan, maar dat is natuurlijk ook, dat is ook een beetje de aard van de jazz, dat is nooit niet hetzelfde. Ik zou het zeer vervelend vinden van iedere avond juist hetzelfde te moeten spelen. Better get a job. Dus er zijn wel vaste, die teksten staan vast en de toonaarden staan vast en wie dat wat, maar dan daartussen is er nog heel veel ruimte voor improvisatie, zoals het hoort op een jazzfestival, zou ik zeggen. Of ik noem dat niet repeteren, gewoon dingen uitproberen. En we hebben dankzij Serge Vijs, die direct ook alles opneemt. Want ik heb persoonlijk, ik weet niet hoe dat met andere mensen gesteld is, ik heb geen geheugen. Ik doe iets fantastisch en vraagt mij voor dat nog een keer te spelen. Ik kan dat niet meer. Ik denk dat Rigel ook al zo is. Dus. Maar Serge heeft dat allemaal en dan hebben we geluisterd. Ja, kijk, dat gaan we wel, dat gaan we niet doen. We hadden nog veel meer keus natuurlijk.
fantastisch. Het is niet de eerste keer. Ik heb hier nog op. Ik vind dat echt. Ten eerste, de locatie is natuurlijk fantastisch. En ja. Ik weet niet hoeveelste keer dat al is. Dat is toch de eerste keer is het kind. Dat kan al tellen, toch? Hè? Ja. En als je ziet wie dat er allemaal gestaan heeft, dat is een indrukwekkend palmarès. Hè? Toch? Ja. Mooi. En Bertrand Flamand ken ik dan ook al lang als Gentsfiguur. Zijn pa ook als Gentsfiguur. Dus eigenlijk is het een beetje thuiskomen ook hè, hier. Hè? Ik had eigenlijk kunnen te voet komen.